Hoi, welkom bij deze nieuwe Ups & Down. Deze nieuwe Ups & Down is een beetje een bij elkaar geraapt zooitje. Ik heb niet alles gefilmd, want ik heb de hele tijd op en af zieke kindjes. Kindjes die niet lekker zijn, et cetera. Koorts, geen koorts, wel koorts, weer helemaal niet. Dus ja, zo'n video is het dus. Ik wens je veel plezier met kijken. Maar als je op een gegeven moment denkt, ik mis een gedeelte van de dag, dan komt dat echt omdat er een kind niet lekker was. Een hele goedemorgen, welkom bij nieuwe Ups & Down. Ik heb al een ochtendje gehad van heb ik jou daar. Het is niet grappig. Liam is gisteravond nog een keer uit bed gekomen om over te geven. Daar heb ik ook weer op mogen ruimen. Vanochtend, hij is gewoon vrolijk wakker geworden. Hij heeft wel iets of wat verhoging, dat wel. Maar ja, dat is dan maar zo. Ik heb hem thuis gehouden. Nou zeg ik er wel bij, omdat hij nu wat lastiger en zo allemaal heeft op het KDV. Heb ik daar ook aangegeven dat ik hem liever dan thuis hou. Dus ik hoop niet dat hun dit zien als hè. Maar ja, het is nou eenmaal zo. Ik ga hem niet zomaar thuis houden. Vanochtend had hij ook wat verhoging nog. Hij had 37,9 zoiets. Dus ja, ik dacht ik hou hem gewoon thuis. Zetpil gegeven. Toen kreeg Jordi nog buikkrampen. Die heb ik dus nog even mogen masseren en mogen helpen. Het was te laat net aan. Te laat op school. Maar ze snapten het. Het was helemaal prima. Toen kwam ik thuis, want ik had om 9 uur een afspraak met de logo, telefonisch voor Jordi. Maar ja, ik kwam thuis en hij, op het moment dat ik hier parkeer, dat. Dus dat heb ik ook nog helemaal schoon kunnen maken. Gelukkig zat hij niet helemaal onder. Het was echt maar een handje vol, zeg maar. Een beetje op zijn stoel, een beetje op zijn jas. Dus dat heb ik allemaal schoongemaakt. Ondertussen dat ik het aan het schoonmaken was, belde de logo. Ik stond buiten. Nee. Dus ik zei ook al van ja, sorry, alles komt nu bij elkaar. Nu werkt de zetpil. Is er niks meer aan de hand? Lijkt het. Daarna ben ik even gauw naar de winkel gegaan om heel eventjes wat dingetjes te halen. Zodat hij daarna gewoon lekker op de bank kan liggen. Maar ja, hè? Meneer die is lekker aan het spelen. Lekker laten spelen, lekker laten doen. Dus ja, dat. Hij heeft een croissantje op, die is er tot nu toe ingebleven. Hij heeft wat gedronken, dat is er tot nu toe ook ingebleven. Dus we gaan het afwachten en we gaan het zien. Ik weet het ook anders niet. Het is zoals het is, het loopt zoals het loopt. Jordi heb ik dus wel op school zitten. Ik heb zijn buikmassage gedaan, et cetera. Dus ik hoop dat hij daarmee de dag goed doorkomt. Ja, dus de Bambix bende is niet helemaal op school. Baba, jij hebt snot aan je neus. En Joef denkt, heerlijk, snot. Dat doe ik wel opruimen. Want die staat hier. Dus ik ga even zijn neusje al doen. En Liam en Sam gaan lekker spelen. Nou, ik heb vanmiddag de hele middag met Liam zitten hannessen. Meneer wilde niet slapen, wel knuffelen, et cetera. Dus ik heb zelfs met hem ook gespeeld en gedaan. Om 2 uur was weer tijd om Jordi op te gaan halen. Dus ik moest Sam uit bed halen. Alles erop en aan. Nu hebben we Jordi opgehaald. Die zit lekker op de, Jordi zit lekker op de bank chips te eten. Sam zit voor de bank chips te eten. En Liam ligt te slapen. Jordi, Sam en daar ligt Liam. En dit geeft mij even de tijd om te uploaden. Nog geen tijd voor gehad. Dus ja, we do it. Het is wel een lange video geworden, gelukkig. Voor jullie dan, hè? Voor mij iets minder om te editen, maar ik heb er geen problemen mee. Nielsie is weer naar cursus, zoals het altijd op maandag is. Ik lig hier lekker met mijn ventje eventjes. Jordi is eventjes aan het spelen daar ergens. Sam is daar aan het spelen. En wij zijn ondertussen geluiden aan het maken. Niet je tong! Hier, tong met een bord.
Oké. Okay. Doe dan. Nee, niet je tong. Eigenlijk ben ik voornamelijk geluidjes aan het maken en hoop dat hij ze nadoet. Net heeft hij ook al een hele hoop nagedaan, hoor. Nou, we maken hem mee hier. Sam heeft de boom net even omgetrokken. Als ik straks op bed lig, doe ik hem wel weer goed. Er is wel één dingetje kapot gegaan. Dat was mijn Sinterklaasje. Maar ja, hè. Het is zoals het is. Ik kan daar nog niet boos om worden. Ik heb het gelijk even opgestofzuigd en gedaan. Dus hebben we dat ook weer als ervaring. Sam is er niet blij mee dat het gebeurd is. Sam is ook niet blij dat mama moest stofzuigen. Dus dan gaat hij maar schuilen bij zijn grote broer. Liam boeit het geen ene reet. Kom eens hier. Ja, nou lach je weer, hè. Maar net niet. Net lag die kerstboom bovenop je snavel. Kom hier. Ik ga hem eventjes knuffelen. Kom hier. Zo. Ben je nou weer een beetje van de schrik gekomen, jongen? Kleine snottenkont. Hij lag ook gewoon onder de kerstboom. Doet hij niet meer, denk ik. Ik hoop niet dat hij een ezel is en dat hij zijn eigen zo vaak aan dezelfde steen gaat stoten. Meneer ezel. Hallo, Sammy. Ja, leef je nog? Ja, dan moet je maar een keer kappen met dingen uithalen. Je broer heeft ook een keer gehad. Ik heb het gewoon laten gebeuren. Weet je wat het is? Ik heb liever dat ze hem dan een keer omtrekken. En dat ik hem helemaal opnieuw moet doen. En dat ik dat allemaal niet zo erg vind. Dan dat ze het bij een ander doen. En dat, ik heb liever dat ze het hier doen. Dus ik hoop dat ze het gelijk afleren. Of in ieder geval hij het gelijk afleert. En dan is het dag! 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 Liam ook dag! Ja, dag! Oké. Goedemorgen. Ik heb vanochtend Liam naar school gebracht. Daarna is Jordi naar fysio gebracht. Heb ik naar fysio gebracht. Toen ben ik heel snel boodschapjes gaan doen. Toen kwam ik een vriendin tegen. Toen kwam ik thuis. En toen had Hoogland Medical de luiers al gebracht. Stonden voor mijn deur. Ik was vergeten de poort open te laten. Altijd als wij dat bestellen, laat ik altijd mijn poort open. Omdat ik niet weet hoe en wat. Maar dat was ik nu vergeten. Jordi wilde geen fruit, maar hij wilde wel een krentenbol. Dus ik kreeg nou een krentenbol. Sammy die is lekker fruitje aan het eten. En dan doe ik daar even drinken maken voor ze. En dat is mijn ochtend. En het is 9:50. Dus veel gedaan. In een paar uur. En dan moet ik om 12:00 weer op school staan voor Liam. Liam gaat verder goed mee. Ik denk gewoon dat het zo'n eendagsvlieg was wat hij niet lekker was. Prima, kan gebeuren. Alsjeblieft. En ja. Dus ik doe ondertussen de broodjes van Jordi even schuren. Ja, wat? Is hij op? Ik heb dienst vandaag.
Is je op volgens mij? Doe je even rustig. Maar ja, dan ga ik even daar allemaal doen en even was aanzetten. Dat allemaal. Ik heb vandaag wel makkelijk met eten maken, want ik heb nog poffertjes. Dus de kinderen eten poffertjes. En Niels en ik bakken lekker een ei op brood. Dat is ook een keer lekker. Mag ook wel een keer. Dus ja. Morgen heb ik ook al eten. Voor donderdag heb ik al eten. Voor vrijdag weet ik het nog niet, maar het zal wel iets zijn. Ik heb in ieder geval voor een aantal dagen eten. Ja, ben je net wakker? Nog eventjes na wakker worden, hè? Eventjes goed wakker worden, schatje. Ja. Mijn schatje. En ja, dit zeg ik tegen alle kindjes. Mijn schatje. Ze zijn allemaal mijn schatje, hè? Heb je dus. Mama voor jou wat drinken maken. Hey. Wil je drinken? Drinken. Wil je drinken? Ja? Wil je drinken? Niet met je tong. Hou die tong binnenboord. Ja? De kindjes hebben al poffertjes op en wij eten gebakken ei. Het ziet er zo uit of ik dit op krijg, ik weet het niet hoor, maar we hebben er een slaatje bij. We zullen het wel zien. Ik heb ook nog eventjes de KNO-arts van Jordi gesproken. Jordi heeft weer een antibiotica-kuur, want alles is nog steeds niet goed. Dus hij krijgt de antibiotica-kuur. Officieel zou de operatie volgende week zijn, maar die kan om meerdere redenen niet doorgaan. Waaronder dat Niels niet zomaar vrij krijgt. Zo'n korte termijn. Het is wel mogelijk, maar hij heeft al heel veel vrij gehad. En Jordi's oren zijn nog steeds niet goed. Dus dat willen we toch wel even zeker weten. Liam ligt ziek op de bank. Die is wakker geworden. Helaas. Doe jij heel even de kamer overpakken? We hebben laatst hebben we Hippe de Piepers satésaus geprobeerd, toch? Ja. En nu gaan we Hippe de Piepers mayo proeven. Ik kreeg namelijk een tip van iemand. Diegene die nu kijkt, die weet echt al wat je hier te doen. Het ruikt niet naar patatje. Het ruikt naar gewone chips. Oh. Deze is van mij. Ik haal het er niet uit. Nee. Maar het is geen vieze chips. Ik moet, bij de eerste bite moet je denken aan die crème chips, weet je wel, die je vroeger had. Ja, cream en ik weet wat je bedoelt. Nee, geen uien. Was groen en zacht volgens mij. Ja, klopt.
Hebben we het over Belgische mayo, kan ik het er enigszins uithalen, maar Belgische mayo heeft een zuurtje, et cetera. Hebben we het echt over de Nederlandse mayo, kan ik het er niet uithalen. Hij is niet vies, maar het is niet wat je denkt dat het is. Nee, ik kan er geen Remia mayo uithalen, dat kan ik niet. Dus. Maar dan gaan we zo naar bed. Ja, jij gaat nog wat chipjes eten. Ja, heel even man. En ik ga nog even met Liam op de bank hangen. Ik moet even wachten, want er staat een bus hier die in wil parkeren. Ik heb Jordi net afgezet, we waren iets te laat. Ik leg het er dadelijk, als ik thuis ben, meer op. Ik heb nog even bezoek gehad van een vriendin van mij. We hebben even gezellig gekletst en met de kindjes geknuffeld, hè. Ja. En toen heb ik Sam naar bed gedaan. En Liam is nog steeds wakker. En die willen we wakker houden. Want we moeten daar weer Jordi ophalen. Wee! Ja. Je hebt nog steeds een blauwe plek op je voorhoofd. Sam die had vanochtend koorts. Dus die is thuis gebleven. Ik weet ook niet of ik dit al eerder had gezegd. Maar die is dus thuis gebleven. Die zal vandaag eigenlijk foto's maken. Maar als het goed is kunnen we daar morgen rond 10:30 doen, want dan moet jij toch nog naar school. En dan maken ze ook van jou foto's. Dus dan kan mama eventjes met Sam gauw komen om foto's te maken. Ja. Dus dan gaan we dat doen. Dus dan komt hij morgen. En dan kunnen jullie samen. Dus ik ben benieuwd hoe dat eruit gaat lopen. Hè? Foto's maken morgen. Dat je morgen er op je paasbest uitzien. Dus we gaan het zien. Nou ben ik nog eventjes een uur aan het uitzingen met deze mafkees. En dan gaan we Jordi halen. Een hele goede morgen. Liam is al naar school. Jordi is al naar school. Niels heeft ze naar school gebracht. En Sam is nog thuis. Sam is nog steeds niet helemaal lekker, maar gisteren, omdat hij thuis was, waren de foto's op school. En ja, die heeft hij dus gemist, dus ik kan straks om 10:30 eventjes daarheen voor foto's. Hij voelt zijn eigen niet slecht, maar hij voelt zijn eigen ook niet top. Dus dat is het eigenlijk een beetje. Dus ik ga straks even kijken hoe droog het is, want het regent pijpenstelen hier. Dus of ik met de auto ga verlopen is, dat ligt er maar net aan. Maar ja. Dat dus, ja, we beginnen de ochtend thuis. Ik hoef een keer de kinderen even niet weg te brengen. Mag ook wel een keer. Nou, ik ben even gewoon naar het schooltje van Liam en Sam geweest. Ze zijn allebei op de foto geweest, ook samen. Dus we gaan kijken wat er vandaan komt. Dus ja, we gaan het gewoon even afwachten. Ik heb ook even gauw wat boodschapjes gehaald. Want ja, hè. Ik heb melkdrinkers, dus dat moet wel in huis zijn. Dus dat hebben we ook weer in huis. En dan voor straks als we Liam gaan ophalen hebben we kaasbroodjes. Moet over een uurtje moet ik er ongeveer weer zijn. Dus ja, ik heb gelijk even bij Sammy de spijkerbroek uitgedaan. Want hij gaf aan dat hij het niet heel prettig vond zitten. Dus, ja, ze is ook niet gewend. Oh, dat ging een beetje te hard. Hij is het natuurlijk niet gewend om een spijkerbroek aan te hebben. Maar, tevens, spijkerbroek zit ook vaak heel strak om de buik heen. Dus, ik heb ook even broodjes gehaald. Dus ja, let the week begin. Zo doen we het. Nou. Hij slaapt. Ziet er zo raar uit, hè? Maar hij slaapt. Sam is wakker. En Jordi heeft ook geslapen. Die is ook alweer wakker. Ze hebben hem wakker gekregen uiteindelijk. Dus ja, hij lag te slapen. Ik ga nou iedereen naar binnen brengen. En dingen doen. En toen was het alweer een dag later. Vlog vergeten af te sluiten. Oeps. Bij deze. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende.